Wat is er gebeurd vanavond? Ja, Net uh, na het begin van de tweede helft hebben wij een uh, inval gedaan in het supporterzoom van vak P. Uh, we hebben namelijk het vermoeden dat daar wordt gehandeld in drugs. En we hebben het vermoeden dat uh, de rechtsstaat wordt ondermijnd. En we hebben aanwijzingen dat die drugshandel altijd tijdens de wedstrijd plaatsvindt. En vandaar dat we hem dus nu tijdens de wedstrijd hebben ja, aangepakt. Hoe lang uh, was deze actie al gepland? Het is een goed voorbereide actie. Exact kan ik u niet vertellen hoe lang we hiermee bezig zijn, maar er zit aardig wat manuren in. En uh, ja, we zijn dus daar uh, op dit moment nog bezig met een onderzoek en de doorzoeking van het pand. En de, uh, de communicatie met, met FC Twente, met de club is er ook geweest. Is dat allemaal voorspoedig gelopen? Nou, FC Twente is op een uh, laatste stadium hierover geïnformeerd, eigenlijk net voor de actie. En uh, we gaan natuurlijk wel met hen en met de gemeente in uh, communicatie om te kijken hoe we dit gaan voorkomen in de toekomst. Is het goed gegaan? Op dit moment zijn we nog bezig en wat ik begreep van mijn collega's is het drugs aangetroffen. Dus wat wij al verdachten of wat wij verwachten dat is inderdaad aangetroffen. Kunt u daar iets over zeggen over de, de, de hoeveelheid of de type drugs? Nee, ik kan nog niets vertellen over de hoeveelheid of over eventuele aanhoudingen. Onderzoek is dus nog gaande. Bent u wel tevreden met hoe het in het stadion is verlopen? Ja, nou, er was een kleine miscommunicatie wat betreft de speaker die vertelde dat iedereen het uh, stadion uit moest. Maar verder heb ik begrepen van mijn collega's dat op zich iedereen wel rustig het uh, stadion heeft verlaten zaten niet in het stadion, denk ik dan. Uh, nou ja, dat is het beeld wat ik terug heb gekregen van mijn collega's. Waren wat opstootjes, wat rellen. Uh, zoiets omroepen in de 70ste minuut, is dat een heel slim idee? Is dat van jullie uit? Is dat van FC Twente uitgekomen? Nou, ons uh, verzoek was om. Uh... Om Te roepen dat de mensen niet via de supporters het stadion konden verlaten, maar via andere uitgangen en dat hebben we voorbereid. En dat is naar nou ons idee wel goed door ze besproken. Maar ja, dat zoiets gebeurt, dat is menselijk. Ja, dat het, maar de, de stadionspeaker die halverwege de tweede helft roept om eh, benoemt ook politieonderzoek gaande, benoemt ook vak P. Nou ja, als daar een paar jongens zitten die die iets op hun kerfstok hebben, dan is het bijna een vraag om moeilijkheden zou ik zeggen. Ja, nou dat daar ineens uh, door mensen dus op de tribune uh, acties werden ondernomen, dat werd dus wel verklaard door die stadionspeaker. Dus dat is de reactie geweest op de onrust die in vak uh, aan de gaande was. Ja, andersom. De stadionspeaker eerst en dan uh, de onrust. Niet zo handig verlopen, dus kunnen we wel stellen. Nou, ik weet niet of het niet handig is. Het is een fout geweest dat inderdaad gezegd is dat het hele stadion leeg moest. Maar onze intentie was dat de uitgangen veranderd waren. Hoeveel heeft het in, in voeten in de aarde gehad om, om dit met alles en iedereen te regelen? Want dit was, neem ik aan... Een van de grotere operaties die jullie doen, zeg maar. Nou, het is een goede voorbereiding geweest. Een grote actie is dit inderdaad. En we zijn op dit moment nog steeds bezig.